We gaan vanmiddag op pad met Nick en Karin. Zij hebben een winkel in tuinmeubelen en willen hun showroom graag uitbreiden met duurzame tuinmeubelen. Ze hebben een afspraak met Frits van Four Seasons Outdoor om de nieuwste trends en mogelijkheden te verkennen. En, hoe is het gegaan? We zijn druk bezig om alles te verbouwen en meer vierkante meters aan onze showroom toe te voegen. En vandaar dat we hier zijn om eens te kijken naar de noviteiten en hoe we die ruimte kunnen gaan invullen. Nou ja, wat je ziet hè, zo'n beetje 60% van de staat is nieuw voor het nieuwe seizoen. Veel nieuwe materialen, ander gebruik, combinaties, kleuren. Nou ja, met name beginnen we bijvoorbeeld met deze tafel al. Nieuw materiaal, keramiek. Dat is eigenlijk gewoon een gebakken tegel hè, uit de klei. Die wordt heel hoog gebakken, die wordt behandeld, die wordt vorm gezaagd. Wordt dus een heel duurzaam materiaal krijgt. Fors bestendig, er kan geen water in trekken. Je maakt het zo schoon. Dit zijn producten die koop je voor je leven. Interessant. Dat keramiek, voor onze klanten, die vragen vaak hoe zit het met vlekken. Dit is keramiek, trekt hier niks in. Nee. Het schoonmaken, speciaal producten voor of... Vergelijk maar met je badkamervloer of met je werkblad in de keuken. Je trekt niets in, omdat de structuur is dus dicht. Okay. Dus het is puur met warm water, eventueel groene zeep, met een sopje, maak je het gewoon schoon. Maar dat trekt niets in. Klinkt goed allemaal. Wat heb je nog meer voor ons om te laten zien? Kom mee. Kijk, hier staat hij. Ja, uniek hè? Heel mooi. Heel mooi. Totaal nieuwe invulling van een launchbank. Het meest unieke is eigenlijk de flexibele rugsteun. Die staat nu op deze manier. Je kunt hem dus actiever zetten. Je kunt hem dieper zetten. Of je wil als een lichtbed gaan liggen. Hij staat helemaal vast in combinatie met kussen. Wat voor materiaal, kwaliteit? Dat is olefin, wat je gewend bent. Ja? Dat is 100% outdoorproof, UV-bestendig, water-resistant. Nou, ideaal. En qua opstelling kun je daar ook nog wat ja, je kunt ermee spelen. Je kunt die daar neerzetten aan deze. Aan die kant neerzetten. Oké. Ja. En ik zie weer wat herkenbaarheid in de salontafels. Klopt. Mooie match met de eettafel. Ja, absoluut. Hetzelfde materiaal. Keramiek weer, hetzelfde kleur. ook weer de ronde vormen. Dus mix en match, combineer dat maar op los. Ja? Ja, klopt. We gaan het even ervaren. Ja, we gaan het dus even proberen. Terwijl Nick en Karin nog een rondje door de showroom lopen, legt Frits ons uit waar de behoefte aan duurzame tuinmeubelen vandaan komt. Wij als tuinmeubelbranche voelen steeds meer verantwoordelijkheid, pakken die verantwoordelijkheid om producten dusdanig te fabriceren dat we met een gerust hart deze producten op de markt willen brengen en dat we tegen de consument kunnen vertellen dit is een milieuverantwoord product. Duurzame tuinmeubelen kun je doorgeven aan de volgende generatie. Dat is ontzettend belangrijk. Geen producten ontwikkelen waar zoveel werk achter zit qua ontwerp, qua materiaalgebruik, wat je na enkele jaren op de schoothoop gooit. Hoogwaardige tuinmeubelen vandaag de dag zijn dusdanig ontwikkeld, ontworpen, dat ze echt bestand zijn om altijd buiten te staan. Dus alle materialen die worden gebruikt, de schroeven zijn van RVS, het hout is teakhout wat outdoorproof is, de ropes die worden gebruikt, het textiel voor de kussens kan niet verschieten. Alles wat wordt toegevoegd voor het eindproduct kan kwaliteit gezien niets mee gebeuren. Wil je het onderhouden voor het behoud van een kleur of om het schoon te houden? Tuurlijk, iedereen is er vrij in, maar voor de levensduur heeft het geen invloed. Door goed en regelmatig onderhoud vergroot je de kans dat de meubelen nog een generatie mee kunnen en niet op de vuilnisbelt belanden. Wil je meer informatie over duurzame tuinmeubelen? Kijk dan op www.4seasonsoutdoor.nl.